We kennen jou natuurlijk van de televisieprogramma's als De Stoel en Villa Velderhof. Maar dit boek, De Reisgids voor Levensgenieters, heb je geschreven met Hans Melissen. Mm-hmm. De co-auteur. Ja. Hoe belangrijk is hij voor jou? Hij is voor mij heel belangrijk omdat we bevriend zijn vanaf ons 15e. Dus dat is nogal wat. En we hebben heel veel meegemaakt. We zijn volwassen geworden, we zijn gescheiden. We hebben kinderen gekregen, we hebben verdriet meegemaakt. Vrienden die overleden zijn. Dus we trekken samen als een soort pelgrimage door het leven. En de weerslag daarvan vind je in die gids. Ja. Omdat als je samen als vrienden op stap gaat, zit je samen in de auto. Dus je praat veel, je haalt herinneringen op. Sommige plekken die zorgen ervoor dat je toch weer teruggaat in de tijd. Ja, want je maakt die trip van Maastricht naar Saint-Tropez. Saint-Tropez, we gaan naar Saint-Paul-de-Vence. Maar overal gaan we lekker eten en we slapen in leuke herbergen. En we komen langs mooie wijnroutes. En nemen het leven samen door. En hoe belangrijk is vriendschap? Ik vind vriendschap heel belangrijk. Misschien nog wel langduriger en belangrijker dan een relatie. Omdat veel relaties uitgaan en vriendschappen blijven meestal bestaan. Hoe kan je met z'n tweeën nou een boek schrijven? Jij vertelt en je kon hij fotografeert voornamelijk, maar hij is wijnschrijver. Dus hij maakt de verhalen over wijnen allemaal. Okay. Dus overal zie je kaders met wijnverhalen. Maar hij heeft ook columns geschreven voor verschillende tijdschriften. Dus wij maken onze eigen columns, onze eigen proza. En onderweg teken ik meestal op wat er allemaal fout gaat en welke ruzies we krijgen. Want ik vind dat hij slecht auto rijdt en hij vindt dat hij vooral achteruit parkeren, dat is vreselijk. Ik begin toch wel op een relatie te lijken, hoor.